Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Het is pasen, dus we wensen u fijne paasdagen, maar het paasweer is niet opperbest. Wolkenvelden trekken over het land, met name over de zuidelijke helft van het land. Daaruit kan een enkel buitje vallen. In het noorden en oosten schijnt de zon vaker, maar ook daar blijft het niet overal droog, want vanaf de Noordzee trekken een paar buien het land binnen. Ook vanmiddag nog steeds verspreid wel wat zonneschijn, maar ook geregeld wolkenvelden. En de meeste buien dan in het midden- oosten en noordoosten van het land. 10 à 11 graden, nog steeds een koude wind. Ook vanavond nog een paar buien, dan vooral in de kustprovincies. En de temperatuur begint dan langzaam weer te dalen. Tweede paasdag biedt beter weer, de paraplu moeten we bij de hand houden, er kan nog steeds wel een buitje vallen, maar het is vaker droog en er is meer ruimte voor de zon. 9 tot 11 graden wordt het en de wind draait geleidelijk naar het noorden, op de Waddeneilanden is het kil. Dinsdag ook nog een paar buien, misschien zelfs met een klap onweer, maar smiddags wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen zonnig. Woensdag en donderdag vrijwel droog, geregeld zon, opnieuw 9 tot 11 graden en koude nachten, het gaat dan vrijwel overal vriezen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.